In het weekend van zaterdag 31 augustus en zondag 1 september is er van alles te doen hier in Kuik. Want dan is het weer cultuur aan de Maas. We hebben hier in Kuik een prachtige stichting die daarvoor zorgt. En er is een hele mooie samenwerking met het Huis van Kuik. En bij deze mensen zit ik nu. Mirjam Fransen, voorzitter van Cultureel Hart Kuik. En dit jaar wordt de 19e keer dat we de Cultuur aan de Maasdag organiseren. Samen met een aantal mensen die in de werkgroep met ons meedenken om een fantastische dag te organiseren. En natuurlijk ook in samenwerking niet alleen met het Huis van Kuik, maar ook de horeca en het management, centrummanagement die ons ook ondersteunen in mooie initiatieven. Frans Funnekotter, sinds 1 juni ben ik de directeur van Schouwburg Kuik en daarmee ook directeur van Kunstcentrum Louis. Schouwburg Kuik maakt deel uit van dat Huis van Kuik, dus wij werken samen met de bibliotheek. We hebben een prachtige locatie en die locatie is in het weekend van 31 augustus en 1 september de gastheer voor onder andere wat er allemaal gebeurt binnen Cultuur aan de Maas. Maar op zaterdagavond ook gastheer voor 4 andere theaters in het Land van Kuik. Omdat wij dan een gezamenlijke preview hebben. Om dat met een mooi Engels-Nederlands woord aan te duiden. Dus een voorproefje van wat er in het seizoen 24-25 allemaal op de podia in het Land van Kuik te zien is. En die verschillende theaters, die hebben allemaal hun eigen programmering. Maar wat is daar nou te zien? Een voorproefje. We werken met die theaters samen. Wij produceren die avond. Dus het is vanuit de Schouwburg georganiseerd. Het is ook in deze Schouwburg. Uitverkochte zaal overigens. Dus ja, volgend jaar, als je erbij wil en het is vol, dan moet je volgend jaar snel erbij zijn. Je krijgt dus een voorproefje van wat er in elk van die theaters te doen is. En daarmee drukken we ook uit dat we echt samen willen werken. Frans, welke theaters doen er dan mee bijvoorbeeld? Nou, behalve Schouwburg Kuik is dat De Weijer in Boksmeer, Oelbroek in Sint-Tunis, Millesweert in Mil, Steenakker in Haps. Dus dat zijn er 4 en dan wij als hoofdgast hier. Ja. Ze zijn bij elkaar 5 theaters, elk met hun eigen profiel. Ja, en die hebben allemaal hun eigen ding ingebracht daarin? Ja. Of is dat bepaald door de Schouwburg? Nee, we hebben dus gezegd, wat vind jij, wat wil jij op die avond presenteren vanuit jouw podium? En dat is met elkaar tot een soort eenheid gesmeten. Het wordt aan elkaar gepraat en het is wel een hele leuke avond. Ja, nou ja. Super. Daar zijn we al heel erg benieuwd naar. Voor mensen die helaas niet meer kunnen komen omdat de kaartjes op zijn, die kunnen zondag wel door heel Kuik showen, hè Mirjam? Heel Kuik, het centrum van Kuik. Het centrum van Kuik, je zegt het goed. Nou, de situatie is zoals andere jaren inderdaad van het Louis-Jansenplein tot de Oblatentuin. En alles wat daar tussenin ligt, daar kunnen mensen lopen. We hebben een kunstmarkt, boekenmarkt, om gewoon de verbinding te zoeken tussen de verschillende podia. We hebben 17 podia met echt hartstikke leuke muzikale gezelschappen, maar ook toneelgezelschappen. Nieuw is bijvoorbeeld het muziekcollectief Zand en Grind, die ook in het theater dit jaar ook optreden. Ja. Maar waar we ook heel blij mee zijn, is de band De Eetbol Poppers, die gewoon hier op het Maasveld zorgen voor een goede sfeer. Ja. En wat ook superleuk is, dankzij de samenwerking, we hebben nu dit jaar voor de jeugd, hebben we ook extra aandacht. We hebben voor de Schouwburg hebben we een silent disco voor de jeugd. Aha. En dan mogen kinderen zelf hun phone meenemen en aangeven bij de DJ, wil jij dit nummer voor mij draaien? Dan kunnen ze lekker gaan bewegen op muziek. Zonder dat de andere mensen er overlast van hebben. Nou, hoe leuk is dat? Om naar te kijken ook. Zo. Wat kunnen we nog meer verwachten van deze keer? Lekker eten. Ja. We hebben 6 verschillende mensen, koks, bereid gevonden om bij het Louis-Jansenplein
lekker te komen koken. En er is van Somalisch naar Indonesisch, Turks. Laat je verrassen. Dus volgens mij is er wel lekker bikkelen dagen. Kijk, heerlijk. Als mensen zich geroepen voelen, zou het ontzettend fijn zijn als ze wat versterking kunnen krijgen voor de komende jaren. Die kunnen zich altijd melden bij jou of iemand van de zeker organisatie. Weten. Zeker nou, weten. Nou, heel mooi. Het klinkt heerlijk. Ja, maar wel die samenwerking drukt zich ook uit in dat wij op die zondagmiddag hier in de kleine zaal van de Schouwburg het kunstencentrum echt gaan openen. Hè? Kunstencentrum Louis. Ja. Fantastisch nieuw initiatief. Een moedige stap van de gemeente om de kunsteducatie in het land van Kuik ook echt weer vorm te geven via die stichting. Nou, Louis gaat echt met tromgeroffel van start. Het is de kennismaking open dag. Er zullen daar wat docenten zijn. We zullen het ook officiële startschot geven. We hebben ook aan de winnaars van Appels en Peren, dat was een talentenwedstrijd begin juni, drie winnaars van die wedstrijd, die komen optreden. Dus we maken echt als Schouwburg, als Huis van Kuik, de verbinding tussen het professionele podium en de amateurkunst. Want dat is een rol van zo'n Schouwburg in Land van Kuik. Bij de voorbereidingen van de dag zelf op de zondag hebben we echt met drie organisaties, Land van Kuik, waar de Schouwburg en BiblioPlus bij betrokken is. Huis van Kuik bedoel je? Nee, betrokken is. Mm-hmm. Hebben we samen het programma bekeken en met name voor de jeugd kindertheater Troef bereid gevonden om op te komen treden. En een heel leuk idee kwam ook van een van de dames van Biep. Over de snapshots. Een fotohuisje waarin mensen een foto van zichzelf kunnen laten maken. En dat komt dan als een soort bannertje eruit. Wat je kunt gebruiken als inlegger bij je boek wat je aan het lezen bent. Ja. Dus het is een ontzettend leuk idee. Ja, dus zo hebben jullie alles mooi aan elkaar verbonden. Om er een prachtige kunst- en cultuurdag van te maken. Ja, maar wel onder de naam Huis van Kuik en Cultureel Hart Kuik. Ja, top. Ja. Nog even in het kort. Zaterdag 31 augustus is er dus een voorstelling in Kuik in de Schouwburg, die helaas voor andere mensen al uitverkocht is. Maar zondag is iedereen welkom, zondag 1 september van welke tijden? Blijft altijd een beetje warrig. Vanaf 11 uur kunnen mensen de markt op. En vanaf 1 uur start het programma met de 17 verschillende podia. Gratis toegang in het centrum van Kuik voor iedereen die maar wil. Laat je verrassen en inspireren. Ja. Ja. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dank je wel. Graag gedaan.